Dat is wel heel leuk. Nou, dat is deze. Ja, dit was van 1951, geloof ik, ja, wat erop stond. Hè? Ja, dat is deze. Ja, mijn oma Maarten, die kon goed zingen. Mijn vader en oma Maarten, die konden heel goed zingen met elkaar. Maar met oma Frans, dat liep gewoon niet. Het grappige is... Ja. Dat, kijk, zo staat dat in die... Het is helemaal uitgeschreven dan. En de archiefnummers staan er helemaal bij, zie je? Ja. Opname in huis door meneer Joop Daan. En dat heb ik ook van de anderen. Dat kun je allemaal gewoon uitdraaien, zie je? Met archiefnummers. Sinds een aantal jaren, ja. Hè? Leuk, hè? En van die Maarten staan de opnames, die kun je niet beluisteren, maar die staan op een LP en nu een CD van een Amerikaans label. Ja, nou, zie je? Wereldberoemd. Ja, het is niet te geloven dat het toen al opgenomen is. Ja. Maar het bijzondere van de melodie is... Allerlei oude dingen gaan opnemen. Omdat het verloren dreigt. In 1702 door de meneer Sveerts is dat gebruikt. En die heeft daar die tekst op gemaakt. Daarna komt het niet meer voor. Tot in Enkhuizen 1951. Dus het is heel bijzonder. Maar dat is een van deze liedjes? Ja. Van Mijn ziel moet u lopen. Ja. Ik geloof allebei die, worden gezongen. Ja. En die andere melodie, die heet... ze geven zo'n melodie dan... Die heeft allerlei titels gehad. Ze gebruikten zo'n melodie voor van alles en nog wat om tekst op te maken. Ja. Zo'n bruiloft of partij, weet je wel. Ja, nou, dit ja. zingt wel makkelijk, weet je wel. Ja, dan maken we een nieuwe tekst op. Nou, ingewikkeld heet dat een contrafact. En dan geven ze die melodie een bepaalde naam van een van de oudste bronnen. En dat heet La Marine. En dat is dus van Franse oorsprong. En die melodie komt ook in een Engelse bron voor. En daar had ik ook gegevens over. Dat is uit 1657. Ja, ik zeg, het gaat heel ver weg. Het is heel oud. Die nog houden. Ja, het gaat heel ver weg. Maar over die ster zelf, dus. De brandde dus een kaartje. Die ster die kon draaien. Hij kon draaien. En mijn zwager, dus, die heeft in de jaren 50 dus een elektrische richtering gemaakt. Met batterijen en met een knopje. Dat kon on en uit. En hij heeft ook, want hij werkte later bij de Draka, heeft hij van de doorzichtige plastic daar vandaan meegenomen. Ja. Want het regent ook wel natuurlijk wel. Ja. En heeft hij hem met plastic bekleed. Ja. Ja. Want daarvoor was het een soort vliegenpapier. Ja, zoiets. Ja, en ook die dingetjes die eraan zitten, dat zijn net zoals wat je een vliegerstaartje ook maakt, van die opgevouwen. Van die dingetjes, die rolde hem op. Ja, echt zoiets wat je aan je staartje deed. Heel leuk. Nou, mijn dochter vertelde dus dat de foto voor de ramen stond. En ik ben nog gaan kijken en ik vond het heel leuk. Ja, het is van mevrouw Van Dok. Die had hem. Ja, ook uit dit boekje vandaan? Ik weet niet. Vertellen wij hebben hem... waren toen de winkel, de inlijsterij van Van Dok. Ja. En toen hebben wij hem een paar keer in de etalage gehad. Nou, misschien dat ik een beetje licht in duisternis kan brengen. Misschien ook, weet ik niet. Maar de tantes van hem, die hebben altijd bij uw schoonouder... Bij Van Dok gewerkt. Rosie, ja. Dat zijn tantes van hem. Mijn tantes van mij, Dus het zou natuurlijk best kunnen dat die een keer aan... meneer en mevrouw Van Dok zo'n foto hebben gegeven of zo. Dat is tante Riek. Zo op de een of andere manier. Ja, die mocht ik toch hebben, hè? Ja. Want dat is natuurlijk ook, dat was een zuster van deze mensen. Ja. Dus misschien dat het zo... Ja, nou, ik was ook nog jong. Ja. Ik weet niet precies hoe het gegaan is. Nee. Maar wel dus, Roos ken ik dus Ik kwam dat ding tegen weer op de zolder. En toen zei ik tegen Theo, ik wil het eens laten zien. Misschien zijn er mensen die zeggen iets van God. Nou, ik denk dat het zo in jullie bezit gekomen is. Door zou best kunnen. Er is een aantal jaren geleden op Radio Noord-Holland. Toen had je een programma met Hans van Willigenburg. Ja. En daar konden mensen ook vragen stellen of ze dingen moesten hebben en zo. Leuk. En toen was er een vrouw uit Tandijk en die vroeg naar Roosendam met de ster. En toen heb ik later, na de uitzending, heb ik daarop gereageerd.
Dat heb ik me vanavond verteld, maar ik heb er later niets meer over gehoord. Ja, die kwamen ook in Randijk altijd bij die mensen vroeger. En dan vroegen ze zich af of daar nog ooit iets mee gedaan werd of bekend van was. Ja. Mijn opa heeft dus 19 kinderen gehad. Hè? Ja. Dat was gewoon een konijn eigenlijk, dat was vreselijk natuurlijk. Maar zij woonden toch in het... Het huisje onder de toren, het driehoekhuisje. Nee, dat was Tante Trein. Dat was Tante Trein. Dat was ook een zus natuurlijk. Ja. Die heeft eerst in de Waarstraat gewoond. Die woonde op de Oudegracht. Ja, die woonde op het kleine huisje op de Oudegracht. Ja. Ja. En Tante Marie, die woonde op de Koninklijkshuis. En daar woonde oma Maarten bij. Het kleine huisje, en daar woonde een van deze zangers bij, later toen hij heel ziek werd. Maar ik heb je dat vooraf verteld van oma Harmy. Wij woonden zelf in de Vijzelstraat en in de oorlog. Hij kwam altijd ophalen. Hè? Dan gingen we samen naar de haven. En ook op die dag van het bombardement. Maar ik was toen weg. Ik was toen met Jan Rob. Dus jullie Rob woonde in de Vijzelstraat. Ook, wij woonden ook in de Vijzelstraat. En in de Doelie, op de Spaanse leger, daar lagen de Duitsers. Hè? Ja. En die gingen in kolonnen gingen ze naar de Schietberg toe. Om te schieten. Waar nu de Immerhorrepolder is, zeg maar, dat was de Schietberg. Ja, ja. En die gingen daar oefenen. Dus dat was 15 maart 1945. En ik ging met mijn vriendje ging ik daar achteraan. Dat vonden wij wel leuk om er achteraan te lopen. Ja, ja. En toen kwamen we dus op die hoogte kwamen wij. En toen binnen wij via de dijk, dat dijkje zeg maar, langs de begraafplaats, zijn we weer teruggegaan. Hmm. En toen bij het donkere laantje, toen zagen wij die vliegtuigen allemaal aankomen. Ja, Willem. Ja, het is Willem. Ja. Ja, toen zagen wij die vliegtuigen allemaal aankomen en er waren mensen die waren daar, er lagen sintels op de grond toen nog, hè. Ja. Die waren dat aan het zeven. En die hebben ons over de muur gezet toen, bij dat bombardement, want wij zagen die vliegtuigen allemaal gaan. Ja. En ik weet nog heel goed, ik kwam toen later thuis en mijn vader en moeder wisten niet waar ik was. Maar de hele familie was bij ons. Want oma Harmy is bij de spoorklok in een granaat gelopen en die was dood. Oh. Dus voor hetzelfde geld had ik er ook bij gestaan. Ja, dat niet. Ja, nee. Nee. Is je auto al niet goed? Je hebt wel in die... plastic eromheen. Mag ik? Ja, tuurlijk, ja. We kunnen niet optillen. Ja, dus ik zat ook een stok aan, hè? Hij stond op een stok. Ja. Ja, klopt. Ja, kijk, hier zit een stok aan, hoor. Ja, ik heb hem. Ja, hier zit een stok. Daar zit een stok aan. En hier moet dus, als het goed is, moet er een knopje aan zitten met batterijen erin. En dit is van behangselpapier. Ja, kijk, hier is het. Ja, inderdaad. Dit is hier waar mijn vader mee gelopen heeft. Daar heb je nog een foto van de knop. Ja. Dan moet ik weer van neerleggen, Cor, dat hij wat stabieler is, zeg maar. Oh, ja, zie je, daar zit het knopje aan. Ja, ja. Ja, echt een licht knopje. Ja, dat is eigenlijk geen museaal ding, hè. Ah, het is echt prachtig. Zo mooi. Ja. Dus dat is die nieuwste, dus die met plastic en met elektra. Maar die is nog echt met behangpapier. Ja, met behangpapier verbonden, zeg maar. Nou, om het model te zien, is dat de vorige geweest dan ook? Ja, denk ik al. Ja, dit is de alleroudste. Ja. Die andere is wat... Even kijken waar die kaart is. Ja, tweede model is altijd beter. Ja, dan zonder. Dit is het model. Ja. Ja. Dit is het voorraad geweest. Ja. Kan je hem ook omdraaien? Ik denk alles. Even voor dit deel. Ja. Dan gaat die glimmen hoor. Ja, dat is het nadeel. Ja, maar dan moet je niet flitsen. Niet flitsen. Oh, dat ziet er leuk uit. Ja. Al die plakken, maar dat kan je voorstellen, dan heb je mooie plaatjes. Doe je leuk, plaatjes ja. Ja, je ziet wel, de conditie is belangrijk. Ja, dat is het, ja. Ik heb gewoon een kruiskater erop geplakt. Ja. Prettig verkeerd, prettig kerstfeest. Dat is niet natuurlijk, want mijn vader die er later mee gaat op. Mijn opa staat in dat boekje dus. Maar dit is een traditie van eeuwen verder. Ja, klopt, ja. Die van de zomer, hoor. Nou, het was ook sterk dat ze dat jaar na jaar goed konden houden. Want
Ja, toen ook toch veel strengere winters dan nu. Ja, ze dus kon het afzetten natuurlijk. Toen was je nog geen plastic. Toen had je nog geen plastic. Nee. Dus ze zullen wel regelmatig een andere hebben gemaakt, ja, denk ik. Ja, ja, ja. Maar volgens mij is het hetzelfde model. Dus ja. Ik kan bekijken. Ja, het zal de voorganger zijn, denk ik. Ja. Dit is hem eigenlijk. Dit is de oudste. Ja. Dit is de oudste, volgens mij. Ja. Ik heb geprobeerd om het ding te laten restaureren, maar dat kan. Nee. Nou, waarom zou je dat doen? Nou, kijk, het verval gaat door. Ja. Als je nu laat restaureren, dan kan je 20 jaar mee of zo. Ja. Maar je moet qua restaureren moet je natuurlijk ook prioriteiten stellen. Ja. Ja, maar ja, dat komt misschien als er wat bekendheid aankomt. Nou, en het zou zo kunnen. Dit en dat en zo. Nou, dat is eigenlijk toch wel. Als dit in een tentoonstelling moet komen, dan laat ik het wel doen. Ja. Tot die tijd. Maar er zat een stok, want hij kon gewoon op de grond staan en dan kon hij draaien. Hè? Dan konden ze draaien. Ja. Want is het zwaar of? Nee, het weegt niet veel. Het is een houten frame. Met nee, maar ik kan me voorstellen als je daarmee langs de huizen gaat. Ja, als je de hele dag mee loopt. Dat het niet er als spierballen van nodig hebt. Ja, kijk, want hier hebben we ook nog van die dingen. Ja, die zijn gewoon bij elkaar rekenen. Bij elkaar gebonden. Maar ja. Die kunnen ook. Je hebt natuurlijk ook zo doorgelopen. Ja. Want dat vind ik er wel heel leuk aan hoor. Ja. Gewoon latjes. En dat is van dat papier. Je denkt aan een vlieger. Zo met En kijk, dit is behangpapier, maar dit is nog veel dunner. Dit is van dat vliegerpapier. En dat verkleurt zo snel. Oh nee, ze stokken niet bij dan. De museale stok. Nee? Een hele museale stok hoor. Je stokje. Dat is niet zo'n stukje hout. Dat is niet zo'n als je oud hout. Ik vind het echt heel leuk om dit eens te zien. Ik heb een heel ding dek al gezien. Ja, hij heeft zijn bijwoonde toen in de Paulusgatenstraat. En daar heeft hij gestaan. De zonder gestaan. Ja, het is al die stokken natuurlijk nog uit, die staan gewoon. Maar toevalligheden die van al niet. Dat iemand denkt van, ik vind wat, nou, zou het niet zijn. En dan blijkt het toch iets te wezen. Ja, dat klopt. Ja. Het lijkt wel of er stro in zit ook. Ja, als je hier zo. Dat lijkt meer touw. Vroeger deed het wel. Er zit een bepaalde objecten stro in. Er zit een vocht. Dat zou natuurlijk voor dit heel goed kunnen. Het grappige is dat bij deze die buitenste plaatjes allemaal hetzelfde zijn. Oh ja. Mijn zuster leeft nog. Ik heb over nagedacht. Ja. Ook heerlijk uit zo'n tijdschriftvlek geknipt. Ja, je had natuurlijk misschien weinig geld of zo. Ja. Nou, zeg maar gerust helemaal geen geld. Oh, helemaal, ja. Daar stonden de meest leuke dingen natuurlijk. Toen was het tijdschrift al duur. Ja. Maar dat zie je ook bij beschilderde meubels bijvoorbeeld. Hè. Mensen hadden geen geld, maar niks te doen 's winters. Ja. Daar gingen ze maar meubels beschilderen. Daar kwamen de meest mooie dingen uit. Hierin zitten ook allemaal dezelfde dingen. Nee, een aantal. Ja, er zit wel een wat voor blaadje dat nou is. Een soort engeltje lijkt het wel. We zien het nou een beetje op zijn kop natuurlijk. Dus ja, hier op zijn kop, maar daar zie je het. Ja. Ik ben zo veel van de omkrijg, want ik ben van maart 39. Ik weet dat het daar niet zo ligt. Nou, dat geloof ik. Nee, ja, als het nou niet wil liggen, zoals het daar niet is. Nee. Nou, het kan zijn dat ze hebben extra. Dan kan ik wel heel makkelijk aan de weg. Oh ja, God,
stad. Zij hielden vertrouwen de wacht en zij hadden de schaapjes verteld. Zij hoorden Gods engelen zingen toen scheen er het licht zo klaar. Al laat ons samen troost genieten al in het nieuwe jaar. Een kindje dat werd een besneeën de achtste dag kwam aan. Het heeft ook naar den wet gelegen dat arme nozelen lam. En schoon er in doeken gebonden, zo lag er een kindeke daar. Al laat ons samen troost genieten al in het nieuwe jaar.